Vandaag gaan we het met je hebben over bankzaken. We krijgen altijd heel veel vragen over banken en we lichten er 5 voor je uit. In deze reeks beginnen we met de bank Boris. We hebben hem in de showroom gezet, een mooie grote hoekopstelling met een wat stoerdere stof erop. Wat maakt deze bank zo bijzonder? Nou, kijk de piping langs de kussens. En hij is een beetje op poortjes, zodat hij wat luchtig oogt. Wat vooral bijzonder is aan deze bank is dat hij ook zo lekker comfortabel zit. Dus een avondje televisie kijken, lekker onderuit gezakt. Een hele geschikte bank daarvoor. Bank nummer 2, de LIF. Nou, deze bank heeft echt een paar hele leuke details. Kijk bijvoorbeeld naar deze armleuning die zo leuk rond afloopt. Want heel veel banken tegenwoordig hebben een strakke armleuning. En hij heeft ook een T-kussen waarbij, waarbij het kussen voor de armleuning langsloopt. Nou ja, deze bank heeft nog meer. Want hij heeft ook een doorlopend rugkussen met knoopjes. Dus het zijn geen 2 kussens, maar 1 mooi lang kussen. En vaak denken mensen bij de look van deze bank dat hij niet zo lekker zit, maar je moet het komen proberen, want hij zit echt heel erg lekker. Bank nummer 3, de Mexico. Ja, ik kan altijd oneindig praten over banken. En wat ik hier zo mooi aan vind is, ja, jullie zullen het zien, de strakke uitstraling. Het zitcomfort zit hem hier in het lendenkussen. Dat kun je ook zien aan deze stiknaad. Ja, zit gewoon heel comfortabel. Wat ik ook bijzonder mooi vind in deze is de opstelling. 2 banken tegenover elkaar met een lounge element. En ik weet dat jullie nu allemaal gaan zeggen, maar hier heb je zo'n groot huis voor nodig. Ja, is zo. En als je niet zo'n groot huis hebt, doen we er lekker 1. Oh ja, ik ben nog even wat vergeten. Daar gaan deze filmpjes nu niet over, maar ik wil het toch even benoemen. De prachtige kussens van Claudie. Bank nummer 4. Mijn favo, de Rosalie. Deze bank heeft een ontzettend comfortabele diepe zit, maar doordat hij wat hoger op de pootjes staat, oogt hij niet zo lomp. Daarnaast let even goed op de stof, want deze stof was helemaal hip en happening op de beurs in Parijs. Dus wie weet is die ook wel wat voor jou. Bank nummer 5, de Portugal. Op de een of andere manier worden jullie allemaal naar deze banken toegetrokken. Is het de stof? Is het de opstelling? Ja, het is gewoon een prachtige bank. Wat maakt deze bank zo bijzonder? Nou, bijvoorbeeld de leuke rolletjes achter het kussen in de rug, die er ook eventueel uit kunnen. Het vastgestoffeerde zitkussen met losse rugkussens, zodat je echt nog een comfortabele zit hebt. Ja, en wat ik zelf ook heel mooi vind is die smalle onderrand en natuurlijk weer op die mooie zwarte stalen pootjes. Ja, kortom, ook weer een prachtige bank. Kort samengevat, alle banken die je in dit filmpje hebt gezien kunnen in verschillende opstellingen, maten, kleuren en stoffen.
En dit is nog maar een klein deel van onze collectie. Dus ook voor bankzaken kun je terecht bij Maison Manon.